Kunt u iets vertellen over hoeveel tijd erin gaat zitten voor zo'n oefening van een orkest? Elk jaar komen er leden bij en gaan er leden weg. En dat heeft natuurlijk te maken met leden die gaan studeren. En elk jaar is er dus steeds weer een nieuw orkest wat dan gevormd wordt. Maar we zijn nu begonnen in september met deze setting. En we zijn eigenlijk vanaf, denk ik, oktober, november met deze stukken aan het instuderen. Omdat we steeds werken van project naar project. We zijn dit jaar begonnen met musical. We hebben een klassiek concert gegeven en dan nu de kerstconcerten. Dus steeds zo'n anderhalve maand, twee maanden wordt er steeds voor uitgetrokken. En als we echt een groot symfonie of een groot stuk spelen, dan wordt dat over het hele jaar verspreid in repetities. En jullie speelden ook samen met een koor? Ja, dat klopt. Hebben jullie nog samen geoefend? Ja, zeker. Ja, de koorleden die zijn ook vanaf september gewoon na de zomer begonnen. Dat is vanuit de school. En we hebben samen een aantal weken zijn we nu van tevoren begonnen. We zijn één keer echt met z'n allen echt samen geweest en hebben het helemaal doorgenomen. Maar natuurlijk onderling worden er ook veel uitgewisseld. Dus ja, het is al een aantal weken bezig. Altijd in de Waterstaatskerk in Hengelo en dat is best wel een grote ruimte die we daar hebben. Dus de koorleden zijn naar ons toegekomen omdat dat praktisch is vanwege ook de instrumenten en zo. Ja. Maar zoals in het begin van dit jaar zijn we bij het Twickel College geweest om daar met het orkest projecten neer te zetten. Dus ook in samenwerking met het Twickel College toen zijn we naar hen toe gegaan. Ja. Jullie oefenen in Hengelo. Hoe komt het dan dat jullie optreden hier in de grote kerk in Almelo? Wij doen nu een reeks concerten. We zijn gisteren in Hengelo geweest, in de Kristalkerk. En vandaag dus in Almelo. En morgen zullen we het afsluiten in Goor, zodat we omstreeks Twente een beetje meepakken. Zodat voor iedereen een beetje in de buurt zal zijn. En op het moment dat er zeg maar jeugd is die dit ziet, heeft u nog een tip? Kunt u nog mensen gebruiken? Zeker, we kunnen altijd orkestleden gebruiken, dus altijd welkom. En je kunt altijd kijken op de site van ons, het www.tjso.nl. En meekomen met de repetitie, dat kan altijd. Gewoon even een kijkje nemen. En wie weet, na een paar keer meedoen, als het bevalt, mag je altijd auditie komen doen. Altijd welkom. Okay. Ja. Mag ik u bedanken voor dit interview? Hetzelfde.